Welkom bij deze video over Qerio Connect. En in deze video gaan we eens kijken naar de mogelijkheid van chat. Ik ben inmiddels ingelogd in de DC1, dat is wat je hier voor je ziet. En hier zie je dus die chat functionaliteit. En ik heb alvast opengezet hier een tabblad waarbij ik gezocht heb naar configuren de DNS voor instant messaging. Want dat is waar die chat functionaliteit onder gaat. Het is een protocol wat heet XMPP. En dat is ook de XMPP server die dan moet draaien. En we hebben ook een XMPP client. Dat zit natuurlijk dan in die webinterface ingebouwd. En er moeten dus een aantal typen records toegevoegd worden aan de DNS. En dat noemen we zogenaamde service records. En die zie je hier staan. Dus we moeten twee service records toevoegen aan de DNS. En eentje dus voor de server en eentje voor de client. En daarmee kunnen we dus die functionaliteit laten functioneren. Nou, het eerste wat we gaan doen is inloggen op de admin kant om überhaupt die XMPP functionaliteit aan te zetten. Dus ik schakel over naar de webserver, naar mijn mail.mediatech.lan. Ik ben hier ingelogd in het admin panel van Qerio Connect. En onder domains vind ik hier het domein. En als ik dat aanklik en ik ga naar edit, dan kan ik dat gaan wijzigen. En hier onderin dan moet ik aanvinken dat ik de chat functionaliteit, dat ik die wil kunnen gebruiken. Dus een vinkje plaatsen als die nog niet staat voor Enable Chat in Qerio Connect Client. Die moet als eerste aanstaan, dat moet je controleren. Nou, dat is het belangrijkste voor de admin panel binnen Qerio Connect. En vervolgens gaan we eerst nou eens kijken naar de mogelijkheid om de services aan te zetten. En die kunnen we controleren onder het tapje Instant Messaging. En hier kunnen we kijken of de service available en benaderbaar is. Nou, we klikken daarop en we zien dus inderdaad dat binnen het domein Mediatech dat er een A-record aanwezig is, dus dat is goed, maar dat er nog een service record voor de client moet komen. Dus dat is momenteel nog niet aanwezig en die zullen we dus eerst moeten gaan maken. Dus we sluiten deze eventjes af en ik ga terug naar mijn domain controller. Dus we stappen weer over naar de dc1.mediatech.lan en dan gaan we verder kijken in dit document wat we daarvoor moeten doen. Zo'n stukje naar beneden scrollen, zullen we zien dat we eigenlijk dus die twee records moeten gaan toevoegen. En eentje zie je hier al staan, dat is dit record XMPP server. En daarachter zie je heel veel getallen en waardes die we langzamerhand moeten gaan invullen in onze DNS. Nou, het protocol wat gebruikt wordt is TCP, hier zien we bijvoorbeeld de domeinnaam terug, etc. Dus het zijn allemaal waardes die we moeten gaan invullen. En al die waardes zie je hieronder nogmaals in het venster in dit tabelletje terug. En hier zie je ook uitgelegd hoe dat dan in elkaar steekt. Nou, ik ga deze vast eventjes kopiëren, want dat is wel handig. Dan hoef ik hem straks niet over te typen. En ik ga ook niet zo snel een fout daarin maken. Dus dit kopieer ik alvast. En daarnaast ga ik naar mijn DNS. En binnen het domein mediatech.lan, en ik ga een klein stukje opschuiven, zodat we dat makkelijker kunnen zien, klikken we hier rechts. En in dit lijstje zien we namelijk niet staan dat er een service record aangemaakt kan worden. Dus we moeten hier kiezen voor Other New Records. En daar kiezen we en zoeken we tot we een service location, een SRV record hebben. Nou, die gaan we maken. En vervolgens gaan we deze waardes die hier staan, gaan we invullen. Nou, het domein, dat staat al ingevuld. En dat komt omdat ik binnen dit domein dit record ga maken. De service, die hebben we net gekopieerd, dus die kan ik erin gaan plakken. Het protocol, nou, dat is een makkelijker, underscore, dat is TCP. De priority, die gaan we hieronder ergens terugvinden, denk ik. Ja, die staat hier, die is 0 en het gewicht is 5. We gaan nu niet in op alle waardes waar die precies voor zijn. En het poortnummer, en die vinden we ook hieronder, denk ik, terug of hier in het lijstje. En dit is het poortnummer 5269. En die ga ik ook eventjes kopiëren. Die plak ik er ook in. 5269. De host die waar dat op draait, die deze functionaliteit, die XMPP server aanbiedt, dat is mail.mediatech.lan. En als het goed is, wordt dit record gemaakt. Nou, je vindt het niet hier terug,
waar je normaal gesproken de A-records en MX-records enzovoort terugvindt. Maar je vindt het wel, als we dit verder openklappen, hier bij TCP vinden we hem hier terug. Nou, we gaan meteen maar eventjes die andere doen. En als we een klein stukje naar beneden scrollen, vinden we hier het record voor de client. Nou, eigenlijk werkt dat hetzelfde. Ik ga die was even kopiëren weer. Een stukje naar boven dat we alle waardes zien. Zo. Nou, we gaan terug binnen het domein. Rechtsklik. Nieuw record. We zoeken naar een SRV record. De service kunnen we plakken. Het protocol is ook hier TCP. De priority vinden we hier in de lijst terug, dat is 0. Het gewicht is 5. En de port is 5222. Priority 0. Gewicht is 5. Port nummer 5222. En de host is mail.mediatech.lan. En ook die is gemaakt. Zo, dus we hebben nu een record gemaakt voor XMPP server en XMPP client. En vervolgens gaan we terug naar onze mailserver. Waar we gaan checken of die service availability en accessibility, of die er inmiddels er wel is. We gaan de DNS checken en als het goed is gaan we nu twee vinkjes zien. Namelijk het DNS A-record was er al en we hebben net twee SRV records toegevoegd. Eentje voor de server en eentje voor de client. En de client checkt hier nu hier en je ziet een groen vinkje. Dus dit klopt. Vervolgens kunnen we dus naar een mailbox toe. En hij ziet hier al in de chat dat een ander account online is. Nou, schakel even over naar de DC1. Ook daar heb ik een mailbox openstaan. En ben ik ingelogd met een andere account. Ik ga hier ook naar chat. En ik zie hier ook dat Raymond Nieuwenhuis online is. En we kunnen een berichtje naar elkaar sturen. Nou, deze is verzonden. Ik schakel even terug naar de andere server. Hier geeft hij aan dat ik een pop-up blokkering heb. Dus die zal ik eventjes op Always Allow zetten. En vervolgens zie ik het berichtje binnenkomen. En kunnen we gaan antwoorden. En op die manier werkt de chat ook door twee DNS records aan te maken als service record. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze video.